Als je aan de gemiddelde Vlaming vraagt wat weet je over Aarschot, dan is de kans groot dat de woorden scala of scaletta vallen. En dat is logisch, want zij zijn van hier. Maar is de gemiddelde Aarschottenaar wel helemaal scaletta-proof? Dat gaan we testen in een aantal challenges. Challenge 3! Die man hier achter ons, welke emotie heeft hij op zijn gezicht? Een beetje serieus, denk ik. Is dat een emotie die jullie vaak nodig hebben bij Scaletta? Zeker niet. Welke emoties zitten er dan zeker wel bij jullie tussen? Ja, een beetje blij, enthousiasme en speels een beetje. Alright, dat zijn al veel emoties die we hebben opgesomd. Aan wat denk je zo nog? Verdrietig en angst is ook nog wel een goede. Ja. We hebben er 5. Huh? Blij, verdrietig, serieus, boos en angst. Ja, het is belangrijk als je in een koor zit, dat je al die emoties kan overbrengen naar andere mensen, naar het publiek. Zeker. En daar heeft jouw challenge mee te maken. Die 5 emoties ga jij zo meteen uitbeelden en je moet iemand vinden in Aarschot die ze alle 5 kan raden. Zie je dat zitten? Ja. Oké, veel succes. Hallo, mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja. Zou jij mee willen doen met een challenge? Want ik zit bij Scaletta en een paar leden van mij gaan een challenge doen om te zien of dat Aarschot Scaletta proof is. Dus de challenge gaat eigenlijk zijn dat ik 5 emoties op mijn gezicht ga laten tonen en dat jij dan moet raden welke emotie ik toon. Oké, dat is goed. Oké, dus als eerste... Nu ben je blij. Correct. Yay. Verdrietig. Correct. Oké. Okay. Ik denk dat je boos bent. En dan de voorlaatste. Nu ben je bang. Ja. Ik denk dat je serieus bent. Dat is goed. Yay. Ze waren alle 5 helemaal correct. De challenge is geslaagd.